maar Marathon Radio. Mijn woorden zijn nog niet koud. Of er is er al eentje die er nog eens terug staat. Goedemorgen, Dean. Goedemorgen, Tom. What on earth? Het is 17 minuten voor 6. Wat doe jij in het VRT-gebouw? Ja, wij moeten met Remates moeten wij voor Ketnet opnames doen. Dat is hier twee verdiepen onder. Ja. Maar hoe laat moest je er zijn? Om 7 uur. Het is 5:45. Ja, ik dacht van ik ga een uurtje vroeger, zodat ik nog een uur in de auto kan slapen of zo. Maar, you crazy bastard, ja. Ik dacht van laat ik gewoon een goeiedag gaan zeggen. Bij ja, maar een beetje wakker houden, het is nodig. Ik heb niet geslapen vannacht, want ik heb mijn powernaps overgeslagen omdat het zo leuk was. Maar ik begin ervan af te zien. Swat, dus jij bent hier al. Ja. Maar mijn twee andere dikke vrienden, Kevin en Dennis, die moeten hier dan eigenlijk ook zijn over, maar laten we zeggen, toch een dik uur. Ja, eigenlijk wel, ja. Dus die zouden eigenlijk nu al moeten wakker zijn. Ik hoop het. Of aan het wakker worden zijn. Wie is de grootste slaapkop? Dennis, denk ik. Wie gaan we eerst bellen? Kevin. Ja, eerst Kevin bellen. Laat Dennis nog maar even uitslapen dan. Oké, eens kijken of Kevin al wakker is. Stel je voor, zo in de douche. Zou mijn ochtend wel goed maken eigenlijk, Diem, ik geef het toe. Goedemorgen. Goedemorgen, Kevin van Tweemates. Zelf? Ja, inderdaad. Goedemorgen. Inderdaad, het is Tom de Kok en Diem. En Kevin. En jij moet opstaan! Oh my god. Kevin. Hey, ja. Dean is er al, man. Ja, maar dat snap ik niet. Hè. Ik dacht dat we hadden afgesproken om een bepaalde uren. En mensen gaan veel vroeger. Ik bedoel, wat doen we nou? Je moet hier om 7 uur zijn, maar better safe than sorry. Voilà. Ja. Toch? Ja. Hey, ja, en you're missing out on the fun, want wij zijn hier feestje aan het bouwen, hoor, kameraad. Ah, maar sinds wanneer is hij daar al? Net 5 minuten geleden. Ah ja, amai, moet dat wel een zwaar feestje zijn. Hey, kom maar aan. Kevin, ja. Serieus. Waar ben je op dit moment? Thuis in mijn bed. In je bed? In je bed? Echt? Ja. En wat heb je aan, Kevin? Pyjama? Nee, dat is niet waar. Geen enkele weldenkende man slaapt in een pyjama. Ja, bro, ja, passende kledij om te gaan slapen natuurlijk, hè. Ja, maar dat kan van alles zijn, hè, Kevin. Ja, oké, een broek en een hemd. Een volledige broek en al. En een hemd? Ja. Een hemd. Oh, man, toch, wat heb jij allemaal aan? Ja, maar ja, een jas en een muts aan en dikke wollen sokken en... Kevin, een echte man slaapt in zijn boxershort. Ja. Of minder. Ja. Ja, maar daar moeten we het een andere keer misschien eens over hebben. Swat, dan ga jij mijn ochtend dus niet goed maken, maar misschien wel, kameraad Dennis. Kevin wordt rustig wakker, maar geniet even mee van dit wondermoment waarop eens kijken of slaapkop Dennis al uit zijn bed is. Laat eens kijken. Oké. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Ochtendtimeur. Heeft hij een ochtendtimeur? Ja. Shit. Ja, met Dennis. Ja, goedemorgen Dennis. Het is Tom de Kok hier van politiezone Noorderkempen. We hebben uw voordeur gevonden. Ah. Dit is niet waar. Het is eigenlijk gewoon Kevin, goedemorgen. Goedemorgen. En Dean, goedemorgen. Goedemorgen. En Tom de Kok, en jij moet opstaan, Dennis. Opstaan. Opstaan, 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 opstaan. Dennis? Ja. Ben je wakker? Je moet werken vandaag. Ja. Ja. Het is Ketnet. Je bent al te laat. Yep. Oh, nee, naar again. Hé, hey, Dean is er al, hè? Hé, hey, gasten. Ik vind deze echt de max. De Dean is echt de max. Die zit er echt op te glunderen. Wat een glunderen. Je snapt hem, hè. Ja. Tee, ik ga dat elke morgen doen. Ja, heerlijk. Dennis, lig je nog in je bed? Ja. Heerlijk. Wat draag jij om te slapen? Ben je gewoon even een kleine enquête aan het houden? Wat draag ik om te slapen? Ja, kleren, hè? Ja, een Dennis draagt niks. Dus Dean draagt niks. Kevin heeft echt al zijn kleren aan. En jij, Dennis?
Met een bokser. Eindelijk een echte vent, dames en heren. Alhoewel, ja, Dean zonder, dat is eigenlijk nog wel veel echter, dat is wel een feit. Gasten, ik stel voor, Kevin, Dennis. Sta gewoon op, neem een lekker douche. De koffie staat hier warm. Kom voor, ik heb net nog even langs hier. En chocoladekoek, Kevin. Hey. Now we're talking. Zal ik een mooi plaatje draaien om bij wakker te worden, mannen? Ja, dat is wel mooi. Hij komt eraan. Goedemorgen, opstaan, hè. Niet terug in slaap vallen, hè. Komt-ie!